In deze vlog zie je heel veel rendieren. Bezoeken we Roros. Verlies ik mijn hoedje. Bezoeken we een mijn. En bevinden we ons on top of the world. Veel plezier met kijken. We zijn op de trollwagen. Stop de car, put it in neutral en let the car roll. Hier is de troll. Hallo kleine troll. Wees lief voor ons. Daar is de Alvini op de Magic Road, waarvan we geen idee hebben hoe het werkt.
Maar het schijnt te werken. Lekker hè. We zitten op de camping in Hydre. En op heel veel campings mag je niet meer barbecuen. Te warm, te droog. Maar dit kan wel. Dit is een kop. Er zit een kopsteen onderin met wat water. Die kopsteen wordt warm. Even verwarmd je eten. De tip van Alfini. Koop een kop in plaats van een barbecue. Tip 2 van Alfini. Wat gaan we met die zware waterfles doen? Nou, kijk, dit kan ook. Houd je voortent of luifel aan de grond met HBA, weet ik veel, tentsafe. Ja. Dit werkt dus ook, hè? Als er nou wind onderkomt, hè, krijgt hij nooit die fles omhoog. Dus dat is de theorie. We hebben het nog niet in praktijk gebracht. En vervolgens hebben wij nog een wasje. Je legt er een hamburger op en je krijgt er een wasje af. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar zijn we? Reuros. Dat lijkt Euro Disney wel een nasluitingstaat, joh. We hebben een rendier op de camperplaats. Nou, staat prachtig onder de vlag van Noorwegen. Wat eten we? Rendiervlees? Rendiervlees? Ja? Eland. Elandvlees, oké. Even kijken, van hoe komen jullie ook? Hij komt hierheen. Ja. Ik heb een weiland in, ja. Daar is een rendier. En hier staan wij. En hij liep dus net langs de camper. Daar zijn ze weer. Ontbijt met rendieren.
cruisen. Ja. Ergens, meneer Arsen heeft hier een mijn ontdekt. Hij was rendieren aan het vangen. En die kom je niet zoveel tegen hier. Die komen helemaal niet voor jou hier. En toen... Oh, nee, niet om jou. Ja, maar ga stil houden. En toen verloor Peppy zijn kok en zijn hoed. Nou, toen meneer Ossen, die kwam dus koppen tegen. En een jaar later heeft de koning heeft gezegd dat hij dat wel mocht delven. Sindsdien is hier een kopermijn. Dat was iets in 1600 nog wat. 1672 ongeveer. Mm-hmm. Heb je goed opgelet? Ja. Nou, die gaan we hopelijk zo meteen bezoeken. Ja. Er zijn nog drie andere mensen. En ik hou een hoedje vast. In this mine was with the use of fire setting. Now fire setting is using huge bonfires to heat the rock. Once the rock reaches a certain temperature, 573 degrees Celsius to be exact, the rock cracks. And when it cracks, it's of course much easier to loosen and dig out with hand tools. Du steigen kommt, und hat sein helles Licht bei Nacht, und hat sein helles Licht bei Nacht schon angezündet, schon angezündet, hat's angezündet. Wir seinen Schein, und damit so fahren wir bei Nacht, und damit so fahren wir bei Nacht ins Bad, ein ins Bad, ein ins Bad, ein, wo die Bergleute sein. Die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht. Die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht. Aus Felske Stein, aus Felske Stein.
Ja, nog steeds in Noorwegen. Onze camper heeft het warm, hoor ik. Al het stijgen. Het is wel een uitzichtpunt om u tegen te zeggen. Lekker eten. The room with a view. Smakelijk. It's smakelijk. Top of the world. Hoi! Ja. Vond jij dit een leuke vlog? Vergeet je dan niet om te abonneren. Geef ons even een duimpje. Druk even op het belletje, het kost niets, maar maakt ons gelukkig. Fijn dat je weer keek. Tot een volgende vlog.